Vandaag wordt er in en rondom Huis Siependaal een bijzondere theatertour georganiseerd in het kader van Landheer voor één dag. Het thema dit jaar is Terug naar de oorsprong. Mevrouw, wie bent u? Ik ben Johanna Bransen en ik woonde hier samen met mijn man Hendrik. Wij woonden hier met onze 4 kinderen, 1 zoon en 3 dochters. En ik vertel ook wat over de tuinen vandaag, over de prachtig aangelegde buxustuinen, de symmetrieassen, de prachtige patronen en over het onderhoud. Kunt u een heel klein stukje vertellen over de geschiedenis? De geschiedenis, wij zijn hier komen wonen, althans in de zomer, want dit was ons zomerhuis. Mijn man was heel erg verblijd met dit huis, maar ik vond het een krot in kruisvorm. We hebben hier 17 zomers, heb ik hier echt in deze ruïne, heb ik hier gewoond. Maar hij wilde status, hij wilde het laten zien aan de notabelen. Hij wilde indruk maken en hij wilde er eer mee inleggen. Eigenlijk zijn de Bransens pas in 1635 hier komen wonen in Arnhem. En eigenlijk uit angst voor de Spanjaarden, want we woonden op het platteland. Dat was toen ook Hendrik Bransen, heette die. En die is carrière heeft hij gemaakt in Arnhem. Dat is logisch natuurlijk, hè, als je uit zo'n nest komt. Die was al heel snel huismeester van Sint-Peters Gasthuis. En bovendien was hij hoofdman van de burgerij. En zo zijn we in functie steeds opgeklommen en is dat uitgebreid. En zo zijn we aan alle rijkdom gekomen. Mevrouw, wat kunnen we hier gaan doen bij u? Nou, kinderen kunnen hier leuke dingen doen met de natuur op het landgoed. Ze kunnen een landschapsschilderijtje maken. Of ze kunnen zelf een geur mengen, een landgoedgeur. Of ze kunnen een mini zijpendaalbewoner vangen. Kunt u daar iets over vertellen, over een mini zijpendaalbewoner vangen? Nou ja, er leven natuurlijk hier in het gebied mensen. Maar er leven ook altijd dieren. Kleine dieren, insecten, kriebelbeestjes. En die kunnen ze met een looppotje bekijken. U weet hier heel veel van. Doet u hier ook iets mee in het dagelijkse leven? Ja, ik heb een eigen bedrijf op het gebied van natuureducatie, zebrarups natuureducatie. En ik ben auteur van het boek Rupsen horen poepen, praktijkgids natuurbeleving. Dus ik organiseer allerlei buitenactiviteiten, zowel voor kinderen als voor volwassenen.